Het is het laatste restje voetbal van 2019. En het belooft een spektakel te worden. Dat in ieder geval langer gaat duren dan het spektakel tussen Paddenhari en Rico Verhoef. We nog wel wat toeren moeten uithalen om het hier allemaal weer speelklaar te krijgen. Concert, veld naar buiten rollen. Na het concert troep opruimen en dan weer het veld naar binnen. En dat ligt er dan als nieuw bij. Nou, dat laatste is niet het geval. Het is toe aan een winterstop. Dat is de conclusie van de grasmat waarop de heren acteurs hun kunstjes mogen gaan vertonen. Alvorens zij ook met kerstreces mogen. Linssen kent zijn vorige club. Matafs en Dico. Matafs, de mysterieuze Sloveen. De onzichtbare Sloveen. Maar ineens, dan is hij daar. Dit seizoen wat weinig. Ook door blessures. Dat is Hans de Koning. Links, rechts Stan Valks. Stan moet luisteren, want Hans praat. Kirschbaum, Pagoniek, Reuzelen, Koem en Jansen. Jansen moet uitkijken, staat op scherp. Van Ooyen, Post, Lindhorst. En dan voorin Sinclair, Soriano en Opoku. Oosting en Driessen. De interims. Balletje achter de standbeen langs van Obispo. Niet onaardig. Ja, dat doet hij wel degelijk. Technisch mooi. Post, dat is een hele goede opening. Op Opoku, eerste mogelijkheid voor VVV. Maar Opoku is slordig. Krijgt geen tweede kans. Zoveel ruimte. Dan moet je toch een voorzet kunnen afleveren die in ieder geval bij een medespeler terechtkomt. Dat lukte Opoku niet. En dus mag hier Bazour. Post met de overtreding. Net terug na een schorsing. Had de ruimte. Opoku. Bazour zelf die de vrije trap neemt. Komt er iemand van Vitesse tot een schot? Jazeker. Kiesbaum hoeft daar niks aan te doen. Dat zijn de meest opwindende 20 minuten tussen Vitesse en VVV ooit. Even er wel actie kan helpen. Eerste gele kaart ook. En die gaat naar Lindhorst, naar de overtreding op Vero. Kaart kan er zover helpen dat spelers zich wat meer moeten gaan inhouden. Kan Bazour het zelf proberen? En waarom ook niet? Nou, misschien wel hierom niet. Doekie. Bazour doorgelopen. Krijgt de bal niet terug van die Matafs. Matafs, ja. Maar weinig nodig. Dat is goed gevoetbald. Dat moet ook allemaal een beetje in een hoger tempo. Waardoor Bazour uiteindelijk kan uithalen. Dan speel je toch iemand vrij. Vrijer dan anders. Maar zo afwerken. Dat is toch wel van aparte klas. Bazour in de armen bij Oosting. En het niet gezegd. De werklust. Kijk naar zijn ogen, kijk naar het stralen. Bazour dit vasthoudt, dit uitbreidt, dan gaat daar nog weer grotere clubs plezier aan willen hebben. Wat een uithaal! Wat een geweldige uithaal! Met Bazour, Doekie en dan 2-0. Matafs maakt het af zoals Matafs kan, maar Bazour en Doekie met de voorhoofdrol. Matafs maakt zijn zevende van het seizoen. Het duurde even, maar de wedstrijd is nu toch echt verfraaid met mooie treffers.
Goed, Clark. En de ruimte. Bazour. Loopactie, Matafs. Tico loert daar op de rand van de 16. En aan deze kant natuurlijk Linsen. De voet van Kiersbaum. Zullen we het wel gebruiken? Weer een momentje van opwinding. Matafs. Linsen. Kiersbaum. Lelyveld. Loopactie van Bassoer maakt Matafs vrij. En Daan komt daar nog bijna de mogelijkheid uit de voorschijn voor Dico. Vierde man, Henskens, met de armen over elkaar. Matafs dan nog. Is dat het laatste van de eerste helft? Matafs houdt het overzicht. En dan? Ja, natuurlijk weer een geweldig uithaal. Hoekschop wordt gekleed. Bazoer krijgt hem niet. Scoren met een fenomenale uithaal. Dit mag er ook zijn. Van Ooyen. Ja, die bal die kreeg een wat merkwaardige curve. Zo handig wat Bazoer doet. Met vierde man hoor. Ik wil Mulder hem overeind helpen. Daar is hij ook iets van gediend. De paas van voor. De redding van Kiersbaum. Mooi meegezweefd. De kopbal van Matafs. Dubbele wissel dan van VVV links. Dus die Simon Jans. Gaat het ook wat opleveren voor VVV? Right. Right. Hij dan? Nou, pas weer met zijn eerste serieuze ingreep. En dan post ver over. Sinclair dichtbij een treffer. Een goed doorzetten van Wright. Goede combinatie. Wright. Maar Sinclair, de huurling van Watford, weet het niet af te maken. Een beetje slap Vitesse nu, dat toestaat dat VVV nog alle aardigste dingen kan laten zien. Maar die staat 2-0 achter, spelen een vrij kansloze wedstrijd. Maar hebben we een aardige opleving nu met Van Ooyen. Stuit, pas weer, tweede klus. Nu van 3 minuten geleden was nog lastig. Kijk dat veld, het is slecht. Dikko. Matafs. Via Roel Jans de bal over de achterlijn. Het centrale duo is mee naar voren. Als Bazoer de hoekschop neemt. Kiesbouw blijft staan en wordt geklopt. Ha, dit is heel fraai. Met een bal binnengekopt. Maar er zijn de nodige verhalen te vertellen. Leuk Linsen zodanig dat hij dient te worden afgestraft. Maar er wordt ook vastgehouden. Clark werd vastgehouden. Ik zeg tellen. Doelpunt is bevestigd. En dat betekent dat hij tegen zijn oude club scoort. Jansen Simon, balletje met iets te weinig vaart gegeven aan Wright. Die kan daardoor verdedigd worden, maar dat gebeurt niet. En dus kan Wright scoren. Nee, de bal gaat er overheen zich.
Dat is een aardige poging. En een goede redding. Het zijn van die momentjes die de wedstrijd wel kan gebruiken. Dit keer verzorgd door Clark. Wint Vitesse voor de derde keer in één week. En wint Vitesse voor de derde keer in één week overtuigend. En dus mag Oosting tevreden terugkijken op in ieder geval die laatste week. En doet VVV wat het eigenlijk in de meeste uitwedstrijden heeft gedaan teleurstellen. Want het heeft nu 7 op rij verloren. Dus veel werk voor de koning.